Deze donderpreek, daar zou ik maar even lekker voor gaan zitten als ik jou was. Mijn werkweek zit erop. En gisteren was het hemelvaart. En vanmorgen heb ik maar drie uur hoeven werken. En dan werk ik altijd drie uur en twaalf à dertien minuten. Want de bus gaat pas om tien over twee. En mijn baas zegt van... Ja, nou... Dat uh, moet je zelf weten. Anders ga je maar... Uh, stop je maar eerder met werken. Kun okay, je ja, wat moet ik dan doen? Nou, zit hij bij de bus al te zitten. Tja. Uh, ik snap hem wel hoor. Ik heb mijn baas en ik... Uh, ik zou mij geen betere baas kunnen wensen. Perfecte gozer. Als baas dan. Blijkt me ook een hele leuke kerel om als buurman te hebben. Want die man heb je geen last. En hij is handig. En hij doet zijn werk goed. Ik heb lekker gewerkt. Ik ben erg blij. Het is. Het is een groot cadeau, deze fase van mijn leven. Ik ga hierop terugkijken met een ongelofelijke heimwee. Ik voel dat nu al aankomen. Het <laughs> is echt me schontalig gelukkig. Mijn financiën zijn stabiel. Ook niks uh, extreem uh, goed of zo. Maar ook niks extreem slecht. En ik, ik zie nu ook dat de, dat de prijzen van, van voeding, voedsel, van alles eigenlijk, enorm aan het stijgen zijn. En dat gaat nu weer gebeuren met die coronatoestand. Er gaat er weer een prijsstijging komen. En die was al heel behoorlijk hoor. En neem brood. Ik meen mij te herinneren dat in de tijd dat we hier in Arnhem nog met guldens betaalden, dat ik voor 1 ,80 gulden 80 een gesneden bruin of wit kon krijgen. Een heel. Bij de bakker. En in de supermarkt had je van het fabrieksbrood. Een beetje van de kleffenbrood. Maar ook goed te eten. En dat was dan een gulden. Of één gulden tien. Dus als je centen had, dan. Ging je naar de bakker, de echte bakker. En de grap was, hij bakte die broden tegenover mijn woning. Best geinig. hij is morgens wakker werd, dan, dan stonk de hele spijkerbuurt naar gebakken brood. Ja, ja. Het zat tegen de stankoverlast aan, zullen we maar zeggen. Maar het ruikt zo lekker. En dan komt er een briesje en dan ruik je het niet meer. Nou, in euro's uitgedrukt... Want een euro is gewoon maar een valuta. Dus of je nou in euro's of in guldens rekent, dat maakt niet uit. Hè? En als je dus in, dat in euro's uitdrukt, dan moet je delen door 2,2 dus dat betekent uh, delen door 2 en dan nog een keer iets van 10% eraf. Zo. Dus 1 gulden 80 in euro's uitgedrukt is dat delen door 2. Dat is een 90 en dan nog 10% eraf. Dus een 82 cent. Maar 80, 80 euro cent voor een heel brood. Gesneden. Bij de bakker. Als je dat nu wil kopen, of nu koopt, dan betaal je 2 euro nog iets. Want een half is 1,30 euro, 1,35 euro. Dus een heel is dan 2,60 euro, of 3 euro of zo. Ik weet nog dat ik laatst bij, de bakker, bij die bakker hier in de buurt was. En ik wilde dat goedkoopste, het goedkoopste brood. En dat komt ook door de situatie waarin ik zit. En dat vind ik helemaal niet erg. Want ik ben heel blij. Ik ben, ik ben bijzonder gelukkig. En boodschappen doen, dat is voor mij nu. Uh, net alsof ik een spelletje speel en je hebt maar zoveel fiches. En je wil je, je, je geluk of, zo, of je genot of je lust, die wil je maximaliseren. Je wil zoveel mogelijk plezier van het geld dat je hebt. Ja, en toen was ik dan bij die bakker en toen waren die goedkope, simpele dingen, die waren weg. Dus er was geen halfje wit meer. dus het was het goedkoopste daar, dat was 1,25 euro, zo begonnen we. 1,20 euro. Nou, inmiddels is dat 1,30 euro geworden. In een jaar tijd of zo. En laatst was ik daar en dan was er dus helemaal geen uh, gewoon wit en ook geen lichtbruin en al die dingen. Alleen nog maar uh, stolwijker, meer gore, meer korendinges, kraantoestanden. Ik zei, wat kost dat dan? Oh, ik vroeg, uh, uh, je hebt geen wit meer? Nee, zei ze, ik heb geen wit meer. Ik zei, nou, ik wil goedkoop brood. Nou, zei ze, ik heb alleen nog dit. Ik zei, wat kost dat dan? Ja, dat was 1,80 euro voor een halfje. Ja. En. Ja, eigenlijk werd ik toen boos. Maar wat is het nou? Wat voor een bakker ben je nou? 3 euro voor een heel gesneden brood. Ja, het was 80 cent, weten we nog? Twintig jaar geleden. En dan heb je dus een, een ver, bijna verviervoudiging van de prijs in twintig jaar. Ja, Ga maar uitrekenen wat de inflatie is op brood. Ik denk dat die komt in de buurt van de 7%. En het CBS mag tegen ons vertellen dat de inflatie maar anderhalf procent is. Ja, ja. deze donderpreek die, die gaat over de jezuïeten en de geschiedenis die eraan vooraf ging en dat we hier te maken hebben met een Natuurlijk. fenomeen. Het is logisch. Dat we jezuïeten hebben. We hebben. We hebben het zelf veroorzaakt. We veroorzaken het ook zelf. Dus laat het maar even op je insinken. Ik kom met het definitieve antwoord en dan weet je het straks helemaal... en heb je over die Jezuïeten helemaal nooit meer een vraag. Behalve dat jij je afvraagt van wat zijn ze nu weer aan het uitvreten. Ik zou ze in de gaten houden. Aan de andere kant, je kan heel makkelijk zien wat ze uitvreten... want daarvoor hoef je alleen maar te kijken naar het theater... Dat ze ons opvoeren. Dus om even dan in te haken bij het theater. Er was 300 jaar voor onze jaartelling. Een leerling van Socrates. In Athene. En die leerling heette Plato. En toen Socrates. Gekozen had om de gifbeker te drinken. Hè? Met dolle kervel. Zo. Toen Socrates overleden was, toen is Plato gaan schrijven. Nou, hij heeft een boek geschreven en dat heet De Republiek. En in dat boek van Plato, daarin staat de allegorie van de grot. En ik wist niet van de inhoud van dat verhaal tot mijn veertigste. Ik ben nu zestig. Dus ik weet het pas twintig jaar. En die allegorie die was dat er zaten mensen in een grot. En die zaten vastgeketend aan een stoel. Die konden daar niet weg. En hun hoofden waren geplaatst in uh, ja, een soort van houten dingen. Zodat ze alleen maar rechtuit konden kijken. Dus eigenlijk als een kistkalf. En wat ze konden zien, dat was een muur. En op die muur werden schaduwen geprojecteerd. Beelden, dinges. Met een soort... Wat uh, heet dat niet toch? Een, een, een schaduwtoneel? Je kijkt alleen maar naar schaduwen. En iedereen kijkt naar die schaduwen... En die gaan daar onder elkaar over praten. Van hé, hey, zie je het ook? Volgens mij is dat een draak of zo. Hè? En dan zegt Plato ook: van, die mensen gaan dan voorspellen hoe de volgende schaduwen zullen zijn. Kortom, ze zijn helemaal geobsedeerd door dat schaduwtoneel. Dat schaduwtheater. En daarbij is belangrijk dat die mensen niet naar mekaar kunnen kijken. En dat ze alleen maar kijken naar die muur waarop die schaduwen uh, zich... Ja, wat is een schaduw eigenlijk? Hè? Dat is helemaal niks. Dat is een beeld. Meer niet. Hmm. Dit snap je dan allemaal nog, hè? En dan vraag jij je af, waar komen die schaduwen vandaan? Nou, zegt Plato, dat zit als volgt. Achter de ruggen van die mensen lopen ze heen en weer met beelden. En die maken ze. Een beeld van een olifant, of een draak, of een konijn, of uh, twee vechtende mensen, of... Ik, ik weet het niet, je mag jezelf verzinnen. Je kan ook nog beelden bedenken waarvan je een arm omhoog en omlaag kan doen met een touwtje. En daar weer achter zijn mensen bezig en die houden een groot vuur brandende. Nou, en dit alles gebeurt buiten het medeweten van dat kijk. V. Om. Want die kunnen niet eens naar elkaar kijken. Laat staan achterom om te zien dat men daar bezig is. En dat die schaduwen slechts een flauw aftreksel zijn van dat wat er daadwerkelijk gaande is. En dan zegt meneer Plato ook nog. Het fijne, nou dat woord het fijne gebruikt hij niet. Hij schetst dat als een van het kijkvee in de gaten heeft, dat hij zijn tijd loopt te voldoen met te kijken naar schaduwen en dat hij wel in staat is om achterom te kijken en te zien dat het een groot toneel is. En dat iedereen alleen maar naar beelden kijkt? En dan zou die stouterik ook nog die grot kunnen uitklimmen? En dan in de grote wijde wereld komen en denken: oh mijn god, al mijn broeders en zusters die zitten te kijken naar schaduwen. Ik ga weer terug de grot in en ik ga ze redden. Ik ga ze allemaal vrijmaken. Ik ga ze allemaal attenderen op het feit dat ze zitten te kijken naar een schaduwtoneel. Voor oorzaakt door de beeldendragers en de vuurstokers. En dan komt alles goed. En dan zegt Plato: Nou, zo een iemand is een kort leven beschoren. want die zal gedood worden door het kijkvee. Nou, dat is plat, hoe. En dit gaat door voor uh, politieke wetenschap. Dus er is een wetenschap van politiek. Net zo goed als dat je bij het schaken dat je een schaakwetenschap hebt. Klinkt gek, en dat is toch echt zo. Bobby Fischer die heeft Russisch geleerd om die Russische schaakboeken te kunnen begrijpen. En vervolgens heeft hij die Ruskies uh, getopt. Dus er is een wetenschap van schaken. En zo is er ook een wetenschap van politiek. Dat. Uh. Ja, eigenlijk zou ik nu kunnen stoppen met de rest te vertellen. om jou de gelegenheid te geven. Om dit op je in te laten zakken en je af te vragen wat de conclusies zijn tot nu toe van. twee en een half duizend jaar lang. Uh, politiek wetenschappelijk onderzoek. Wat. Wat is de samenvatting? Wat waren de stromingen ooit? We weten nu van Plato. En, en haar Plato? Hoe ging het toen? Thomas Aquinas. Thomas van Aquinas. Aquino. Dat is er ook zo'n een. Ook zo'n politieke wetenschapper. Augustinus. was er ook een. Dat zijn mensen die... de, de heerschappij... Zo belangrijk vinden dat ze er zelf voor willen gaan zorgen. En kan je dat die mensen kwalijk nemen? Ik vind van wel. Ik vind dat je. Uh, je weet niet. Je, je moet het wel heel zeker weten dat je het goed doet. Want je gaat je bemoeien met het privéleven van andere mensen op deze manier. Als jij die. Die politiek wetenschappelijk gaat benaderen. met als doel dat jij de baas bent van de politiek. dan pretendeer je niet nogal wat te zijn. En ben je daadwerkelijk zo goed. Denk daar maar even over na. Van Christus wordt verteld dat hij een tijd lang heeft doorgebracht in eenzaamheid. En dat hij toen benaderd werd door de duivel. En dat de duivel tegen Christus zei. Uh, ik heb diep respect voor jou en ik wil het wel met jou op een deeltje gooien. En dan word jij de baas van deze wereld. Wat dacht je daarvan? En toen heeft Christus dat aanbod onbeleefd afgeslagen. Dus niet beleefd. Christus heeft gezegd: uh, aan dat soort onzin doe ik niet. Dus je, je hebt me niks te bieden. En daar even nadenken, jullie ook, hè? Dat je dat verschil ziet tussen die mensen die zo graag gehoor willen geven aan de ordening aanbrengen, de heerschappij vestigen. De... Met in het achterhoofd het idee dat. Dat wat ze willen zo goed is. Dat alle middelen geheiligd zijn. En dat is ook zo als je het hebt over het wat, over dat wat God mogelijk wil als wereldorde. Want wij weten eigenlijk wel wat een wereldorde inhoudt. Denk ik. En ja, daar heb je overlegorganen bij nodig. Raden, heet dat ook wel. Councils. En die raden, die councils, daarvan zijn de notulen openbaar. Het gesprek mag plaatsvinden achter gesloten deuren waarin ieder vrijelijk mag spreken. En de notulen zijn openbaar. En de notulen zijn de bodem, het zijn het fundament voor nieuwe regels. En in de King James staat zo mooi woe unto them who seek deep and hide their counsel from the Lord. Dat is niet conform God. Dat is dus geen wereldorde die de middelen heiligt. Snap je nog? Als jij moet gaan valspelen. En je hebt het al zo vaak vals gespeeld... dat er nu vals gespeeld moet worden in die zin... dat we alle kinderen voor de gek moeten gaan houden. Dat... Ja, dat het... om, om al die geheime councils maar te blijven verbergen... voor honderden jaren geleden. Terwijl iedere Jan Doekel met een internetverbinding... Die kan de achtergronden opzoeken van de gunpowderplot. En dat wordt buiten de kanon gehouden, die ze onder onze kinderen dicteren. En wij zijn ook nog verplicht om onze kinderen daar te laten indoctrineren met lariekoek. Ja, dit zijn ernstige zaken. Dit zijn zaken die onder de wanhopige extremisten termen oproepen, zoals de doodstraf. En ik ben tegen de doodstraf. En ik weet dat de ernst van de misdrijven dusdanig is, dat die wanhopig extremen kalmpjes zeggen, dus de doodstraf. Snap je? Dat je de ernst van het misdrijf beseft. Ja, de dagen dat mensen zoals ik, uh, die dan vinden dat ze iets tegen andere mensen moeten zeggen met een diepe lading, uh, heel serieus, en uh, je kent dat wel, of van die zeunhuizen. En vroeger was het dat het zo belangrijk was dat wij onze eigen zonden onder ogen zien. En dat we dat doen in het aangezicht van Christus. En dat wij met Christus een contract hebben. Dat luidt okidoki. We hebben het er niet meer over. Dus dat onderwerp komt nooit meer aan de orde. Dus jij hebt iets uitgevroten. En dat jij dat gedaan hebt, wordt door jouw omgeving nooit niet. Meer besproken. Ook niet uh, met een. Uh, uh, whatever. Uh, je hebt van die boodschappen die. Uh... Uh, er zit zo'n boodschap in. Huh? Nee, dus niet. Uh. Dus dat is dan. Uh, dat, dat is de essentie van vergeving. Is dat de omgeving, in dit geval Christus? Die zegt dat. En als mensen daarna nog gaan lopen zeiken over dat wat je toen hebt uitgevroten met je dronken kop, of ik zeg maar iets idioots, hè? je geile snekel. Moet ik ook nog iets beledigends zeggen voor vrouwen? We hebben het allemaal wel gedaan. Tenminste, ik kan ervan meepraten. Van beide kanten. Nou, en die zaken. die worden niet meer ter sprake gebracht door Christus. En als mensen in jouw omgeving dat dan wel doen. dan denk je: oh jee. Die gaat naar de hel. <laughs> Dat is het enige. En nee, we gaan niet lopen zeiken naar mensen die regelrecht op de weg zijn naar de hel. We're on a highway to hell. To do, do. Ja, inderdaad. Vooral als je zulke idiote muziek maakt als ACDC. ...rore satanisten. Nee, die Jezuïten, die... ...die zijn veroorzaakt... ...door Maarten Luther. En dat wist Maarten Luther niet. Dan kan je die jongen niet kwalijk nemen. En... Als je Maarten Luther had verteld dat hij dit zou veroorzaken, dan had Maarten Luther waarschijnlijk zijn schouders opgehaald en gezegd van ja, nou ja, dat is dan maar zo. Maar ik heb gelijk, als ik zeg dat mensen niet gered kunnen worden doordat ze geld betalen aan een instantie. Dat is volksverlakkerij. En het is het ook. Dus. En al die mensen die dan zeggen: ja, maar Maarten Luther die heeft ook een boek geschreven he, van uh, de Joden in hunner en hun leugens. Een dan? dat is antisemitisme. Uh, uh, nee, dat heet het veranderen van onderwerp. Ik had het daar niet over. Ik had het over de constatering van Luther dat hij zei: Het is onzin dat mensen geld moeten betalen aan de kerk voor het redden van hun. Ja, om niet in de hel te komen. Die in de hemel komt. Want dat is de bedoeling. Dus alleen dat maakt het leven rechtvaardig. Namelijk dat als je doodgaat, dat dat dan een uh, dat dat dan eigenlijk leuk is. Dat is het eigenlijk. En zo moet het leven ook zijn. Het maakt eigenlijk geen donder uit wat je aan leed is overkomen tijdens je leven. En al die oh, drama's. Hè. Als het einde maar leuk is. Hoeveel verhalen gaan er niet door rond? Van mensen die de eerste vijftig jaar van hun leven meegelopen hebben in een tredmolen En toen dachten ze: Nou is het genoeg geweest? Wat een drama. En die namen afstand van al hun bezittingen. Ja. Nou, en die mensen die, die ik dan ken, hè, die genieten intens van hun leven. En je hoeft die mensen niet bang te maken met. Uh, en wat nou als je doodgaat? Want die mensen die hebben zoiets van... Nou ja, als ik op deze manier dus kan leven... En dat kan ik dus. Dan ga ik gelukkig dood. En dat is het. Dus je leeft en het is allemaal heel kleurrijk. En al die drama's. En, en dat is dus niet wanneer je in paniek raakt of zo. Dat is gewoon wat je meemaakt. En dan op een dag dan, dan, dan gooi je er de hakbijl in of je doet maar wat. Je houdt je aan de tien geboden. Je, je snapt dat Christus, je, die is gestorven voor jou, zonde aan het kruis. Daar zeiken we ook niet meer over. En je gaat gelukkig dood. En hoe ga je dood? Nou, je, je grijpt een of andere ziekte aan. Het is op een dag genoeg geweest hoor. We hebben al die mensen die, die doen dan aan levensverlengende ingrepen. En ze willen er jong uitzien. Heb je zo'n vriendin gehad? En dan zaten we te kijken naar een concert van The Cure. In de jaren negentig. Nou, The Cure, die was uh, van Hippie Stein. In 1980 of zo. Ik was de eerste op de studentenflat met uh, Three Imaginary Boys. Dus die roze plaat met, met een koelkast en een schemelamp of zo. Geweldig, geweldig, geweldig spul. De eenvoud die daarin zit. En dat ze met die eenvoud in een stukje van drie minuten een heel beeld neerzetten. Een verhaaltje vertellen. Het is interessant van maat tot maat. Het is heel gevarieerd. En dat maar met drie muzikanten. Dan moet je kunnen spelen. Het enige dat je dan hoort is de. Inderdaad, de Three Imaginary Boys. Letterlijk. Hmm. En die gingen weer optreden. En dat kwam dan in de jaren 90 op tv en ik wilde dat onbediend op zijn spans gezegd. Onbedinkt uh, kijkeren. En zij zat ernaast en dan zei ze. Nou, hij is wel oud geworden. Ik laat even een pauze vallen. Maar dat vond ik een ongelofelijke kutopmerking. En zo'n opmerking, dat verpest de sfeer. Net zoiets als een, een, een vieze scheet laten tijdens een toetje. Schande over de mens die die zo denkt. Je wordt ouder. Als er een onderscheid is tussen mens en dier, een merkwaardig onderscheid, het belangrijkste onderscheid is persoonlijke hygiëne. Dat doen dieren niet aan. Apen die knippen geen nagels. Die gaan niet naar de kapper, dat doen koeien ook niet. En, maar ze likken zich schoon, maar het, ja. Er zijn opmerkelijke verschillen tussen ons en de dieren. Punt. Het is eigenlijk heel gek dat mensen denken. dat we daarvan afstammen. Vreemd hoor. En de Jezuïeten zijn ook vreemd. Dus je, je, je krijgt dus van die gekke gedachten. van die lui. Dat wij van de dieren afstammen. Dat, dat is zo'n verwarrende gedachte. Dat een normaal denkend mens er tureluurs van raakt. Dieren knippen geen nagels. Punt. En ze stinken. En er zijn er van die mensen en die stoppen dan de dieren in bad. Om die dierenluchten uit die vacht te krijgen. Maar dieren doen dat zelf niet. En het is bij dieren ook niet zo echt verstandig om ze dan in bad te doen. Want je weet niet wat je aanricht met je huid. Heb je? Nee, beter verdraag je de stank van de dieren. En wij hebben dat niet. En wat dieren ook niet hebben, is dat ze niet of nauwelijks ouder worden. Je, merkt, je ziet het een klein beetje als hij wat ouder wordt, maar, maar niet opmerkelijk. En de algehele constitutie van de hond, die neemt af. En daaraan meet je dan dat hij ouder aan het worden is. Hij blijft er hetzelfde uitzien. En wij hebben dat niet. Een goed voorbeeld daarvan... Dat is de leadzanger van The Stranglers. Weet je nou ook weer? Hugh Cornwall. Dat is een hele elegante man. Met een mooie Elvis Presley kuif en, en lang. De en, Stranglers, dat waren mooie mannen. Allemaal. was een hele sexy band. Nou, en die man. Die is ook nog op tv geweest. En, ja, hij speelt nog steeds. En dan moet je eens kijken hoe hij er nu uitziet. Zijn gezicht is heel bol. Een. Hij is niet tonnetje rond of zo. Maar wel aangekomen. En als zijn haar is hij kwijt. En nog steeds spelen. Kijk, wij worden zichtbaar ouder. Onze oren blijven doorgroeien, en onze neus ook. Tja, daar heeft een hond geen last van. Hè? En ons haar wordt minder. Nou, en als je in die hoedanigheid zit, en dat heb ik nu. Heb ik al een hele tijd. Ik weet nog op een dag dat mijn haar ging uitvallen. dacht ik: oh jee. Nou ja, oké, okay, dan maar. Ja, wat kan je eraan doen? En dan. Dan wordt het je duidelijk. Dat het feit dat je haren aan het verliezen bent, hè, dat dat er helemaal niet toe doet in jouw aanwezigheid. Dat is geen kwaliteitsverlies. Het is een attribuut. Meer niet. Dat is de vrijheid. Die jij al had moeten hebben. voordat het überhaupt gebeurde. Je had het van tevoren al moeten weten. Dus als jij treurt over rimpels en dat soort dingen. Ja, waar ben je mee bezig? Ik heb zo'n vrouw op het werk, een jonge vrouw. En die gaat naar de sportschool. En ik denk dan, waarom? En ze is dan een beetje dikkerig. En misschien dat ze denkt van nou, dan ga ik lekker bewegen en dan word ik niet zo dikkerig of minder dikkerig. Maar zo werkt dat helemaal niet, by the way. Dat is ook nog een leuk als je het hebt over de Jezuïeten. Ja, er zijn zoveel simpele waarheden over onze manier van willen leven. Ja, het leven zonder vrije wil. Nou, daar gaat het om. Dus je, je, je moet je vrije wil opgeven. Die troefkaart ben je kwijt. Je, je zou kunnen zeggen, als je voor die satanisten gaat, dan draag je je ziel over. Dus je ziel is dan van het grotere geheel. en jouw lichamelijkheid dat doet er niet langer toe. Je geeft als het ware je eigen leven op. Dat is de, de, de ene manier om het het cirkeltje rond te krijgen, is dat je je ziel verkoopt. Dat is gebaseerd op het dogma dat dat van jou wat eeuwig is, dat je. Ja, dat je het voortbestaan daarvan afhankelijk maakt van het voortbestaan van de groep. Dat je meetekent met je hele bestaan. Dat is dus, uh, ja, aan een groep dan altijd. Want dat doe je niet zomaar. Dat... Ik ga bijna stotteren, er is dat geweldige album van die Duitse groep Propaganda. En die zingt dan van Sell Him Your Soul. Sell him your soul, sell him your soul. Dat bedoelen ze. Het christendom dicteert dat jij niet je ziel moet afstaan. Die blijft lekker van jou. Hey, je vrije wil gaat eraan. Je wil alleen nog maar wat Christus wil... De zoon van God, die gestorven is voor jouw zonde aan het kruis. Want als we dat dus niet doen, dan vervalt dat contract ook. He? Zoals dus Christus voor jouw zonde aan het kruis gestorven is. En er zijn al je zonden, dus uh, daar hebben we het helemaal nooit meer over. Hè? Maar dan ga jij uh, in tegen Christus met, met een of ander belachelijk idee. Ja, dan. Dan ga jij tegen Christus in en dan is dus dat vergevingscontract dus vervallen. En dan krijg je die oude rotzooi ook nog op je karma-bordje. Dit is de waarheid. En die jezuïeten, die veroorzaakt zijn door Maarten Luther. En Maarten Luther ging tegen de kerk in. Ja, dat deed behoorlijk pijn. En ze raakten het noorden van Europa kwijt. Waaronder Nederland en Duitsland. En uiteindelijk ook Engeland. Engeland, dat was een beetje over die, die drie gebieden: Denemarken. Daar hadden ze helemaal niks meer. En de contra daartegen, dat waren de jezuïeten. En de SS van Himmler, de Schutzstaffel, dat waren de elitecommando's van de Nationaal-Socialisten. En in die elitecommando's gold een, een gezagstructuur waarin jij, wanneer je een issue had met je meerdere, dat je altijd de mogelijkheid kreeg om, een soort noodrem, een stapje hoger te gaan. Dus je kon altijd je meerdere verlinken aan zijn meerdere. En misschien dat er ook wel uh, regimes waren dat je nog naar de meerdere van je meerdere kon verlinken. Of naar de meerdere van de meerdere. Kortom, dat je hem tot bovenin zou verlinken. De structuur was dusdanig dat als er. Onderin de piramide iemand een misstand ervaart, een, een verrotting, dat dat gemeld wordt tot in bovenaan toe. Per definitie. Uh, zo zit de SS, zat de SS in elkaar. Hmm. En die hiërarchische structuur. dat was de hiërarchische structuur van de Jezuïeten. Van de club. die de strijdbijl had opgenomen. tegen die arme protestanten Maarten Luther, zijn volgelingen. Die helemaal niet mee meer wilden doen met Babylon. Ze waren Babylon beu. En dat waren de Jezuïeten. En Himmler zelf was een Jezuïet. Of daaraan ge, gelieerd. Adolf Hitler heeft nog eens gezegd dat, dat de organisatiestructuur van de Jezuïeten meer dan indrukwekkend was. En dat is het ook. Dit zijn geen domme mensen. Kijk, zij kiezen jongelingen uit. Wat wij ook kennen bij het voetballen: dan sturen wij. Uh... Die Hollandse mannen, Europese mannen... met verstand van voetbal, die sturen we naar Afrika... en die gaan daar op dorpspleintjes kijken hoe die jongetjes spelen. En, en dan, dan kan ze iemand Furore maken in Amsterdam. Dat doen ze. Dat weten we. Nou, dat kan je ook doen voor je eigen orde, snap je? Dus dan ga je de buitenwijken in en je gaat onderwijs aanbieden. En dat onderwijs dat bied je alleen maar aan met als doel om de meest grote slimmerikken naar binnen te halen, want dat zijn mennekes uit het volk. Snap je? Dus je biedt gratis onderwijs. Dat is erg belangrijk. En als jij... ...heden ten dagen bij de Jezuïeten wil... En je bent twaalf jaar, dertien jaar, veertien jaar. Ja. Ga maar vragen. Bedenk wel dat je je moet houden aan ja, een enorme bak regels. Dus niet met de pet op in de basiliek. De basiliek mag alleen betreden worden. met ontbloot hoofd. Het is een basiliek. Dus er is nogal wat te leren voor jou. als jij Jezuïet wil worden. en wat maakt het je uit? Want als Jezuïet. als je echt weet door te stoten. Dan spreek jij zes talen met het grootste gemak. Ik kan Engels spreken en verstaan. Ja, en zo dus, in die kwaliteit, ik kan het ook schrijven. En in die kwaliteit beheers jij zes talen. Dat hoort er zo'n beetje bij. Je krijgt universitair onderwijs tot en met je dertigste. En dan mag je nog een beetje jo, doorstuderen als je wil. Dus je kan baantjes krijgen in het wetenschappelijk onderzoek. Dus een hele prominente Jezuïet was Teilhard de Chardin. En die is te werk gesteld als archeoloog. En dan ging hij naar China en dan gingen ze in de grond graven. En, en dan gaan ze op zoek naar. De... Ja, het bewijs dat wij van de dieren afstammen. Ze hebben dan. Het is zo droevig. Het is eigenlijk eigenlijk is, het, is het zo grof neergezet, dat beeld wat die Jezuïeten ons voorspiegelen. Hè? Het is zo'n droevige puinhoop. Ja, want ze hebben bijvoorbeeld niet de missing link. Ze, hebben, ze weten dat er apen waren, ooit lang geleden. En dan hebben ze die, die mensen. En ja, als je kijkt naar die botten, dan lijkt dat ja, verhoudingsgewijs. Ja, is het niet hetzelfde. Het is van de mens zo'n mooie tekening gemaakt door, weet je, die Michelangelo. En die tekende een cirkel en een vierkant daarin en daarin een mens. En het middelpunt van die cirkel is de navel. En dat beeld van Michelangelo is heel menselijk. Nou, en apen hebben dat niet. No way. Uh, je, op geen enkele manier krijg je een, wat voor een aap dan ook... gevrongen in dat beeld van Michelangelo. Die schets. Het is een cirkel en een vierkant. En die lijntjes zo. Hij heet uh, de menselijke maat. Homo mensura, dacht ik. De mens heeft een maat. Die komt niet van de beesten. De beesten maken ook helemaal geen muziek. Oh, vogeltjes zingen. Ja, weet je wat ze zingen? Vieze, vuile, viespeuk. Dat zijn allemaal die mannetjes. Ik ben geil. Oh, ik ben zo geil. Oh, zullen we lekker nukken? En daarom zingen die mannetjes. Dat die vrouwtjes dan denken: van, oh, nou, ik ga wel lekker zingen. Nou, dan nou gaan we even. Ja, leer mij uh, dat dierenrijk kennen. Waarvan de jezuïeten ons dus willen doen geloven dat we daar vandaan afkomen. Oh, 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 oh. En dat weten ze dan zeker op basis van de theorie van Darwin. Er was er ook een van Hully. Oh, 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 oh. Kijk, het, het punt met de theorie van Charles Darwin is. Dat het strijdig is met de tweede hoofdwet van de thermodynamica, namelijk dat stukje dat gaat over entropie. En er is vastgesteld dat als er een orde is die omringd is door chaos, dat dan de orde langzaam wegzinkt in de chaos. Dat is erg verschrikkelijk dat is een waarheid als een koe wij kennen dat in de in de i ching als dat je aan het orakel vraagt hoe laat het is en dat het orakel dat is de i ching dat het orakel tegen je zegt uh, dat heet dan iets van. van niet zo goed bericht of gauw dat, dat heb je ook. hè, Het meeste is heil en zo. En de andere is van. ja, pas op of zoiets. Of een gedenking of zo. En die luidt. zelfs de mooiste kleren worden lompen. Dat moet je nooit vergeten. En dat komt door die tweede hoofdwet van de thermodynamica. Dus de, je hebt een orde en de orde, die, die orde dat is per definitie een hoeveelheid bits. Dat is erg grappig. Het heeft te maken ook met informatica. De thermodynamica is puur logica. Het feit is dat als iets warm is, en het is omringd met iets wat koud is, of het is daarnaast, het mag niet uit, het heeft contact met iets wat koud is, dan wordt die warmte minder en die koude dat wordt dus meer. De warmte stroomt altijd van warm naar koud. Het is... Dat is hoe het gaat. En er is geen weg terug anders dan dat je van buitenaf ingrijpt. En dit kan je je ook voorstellen. Dus je hebt, ik uh, um... doe me even met me meedenken. Ik heb, nog, ik heb nog drie minuten. Even nog, even nog meedenken. Maar je hebt een afgesloten container. Zo'n zo campingbox. Zo'n zo icebox dinges. Daar doe je een, een vat in met heet water. En je doet er een vat in met koud water. En je doet de deksel dicht. En dan ga je wachten wat er gebeurt. Ja? Nou, dat ding is helemaal geïsoleerd. Dus er is geen warmteuitwisseling naar buiten toe. Het is volledig in zichzelf. Nou, na een verloop van tijd zal je zien dat het maar één temperatuur is geworden. dan is de chaos toegenomen. Want je weet dan bijvoorbeeld niet meer welke nou de warme was. Die info ben je kwijt. En als je de info kwijtraakt... dan neemt de entropie toe. De chaos. En wat de Tweede Hoofdwet van de Thermodynamica dicteert... is dat per definitie... De chaos alleen maar toeneemt. En daar brengt het Darwinisme tegen in. van ja, maar je kan ook iets heel toevalligs hebben. En die toevalligheid waar ze het dan over hebben. dat is een aantal dat. dat is met de wetenschappelijke notatie. nog lastig weer te geven. En de wetenschappelijke notatie houdt in dat het aantal nullen wordt opgeschreven als een aantal. Bijvoorbeeld uh, 13 keer uh, 10 tot de macht 13. Dus een 10 tot de macht 13 is een 1 met 13 nullen. Dus 10 tot de macht 1 is 10. 10 tot de macht 2 is 100. 10 tot de macht 3 is. 10 tot de macht 4 is 10.000. En zo kan je lekker doorgaan. Maar dan bij wetenschappelijke notatie loop je ook tegen grenzen aan. Dus dan krijg je op het pub tot de macht. Uh, uh, um, ja. Je hebt tot de, uh, Google is 10 tot de macht 100. Dat is Google. Dat is best een groot getal. Dat is een 1 met 100 nullen. Ja. Nou, er zijn ook getallen groter dan dat. Of niet? Ja. Met nog meer nullen. Nou, aan dat soort getallen moet je denken. En dan 1 gedeeld door dat. En als je je daar dan iets bij kan voorstellen. En ik zeg je dat een programma als Open Office. dat, yo, dat gaat maar tot uh, zoveel hoor. 64 bits. Dus het grootste getal, dat is toch echt wel uh, bekend. En één gedeeld door het grootste getal. dat is ongelooflijk klein. En daar gokken de Jezuïeten op. Dat zitten ze ons te vertellen. Ja, de, de tweede hoofdwet van de thermodynamica, die eerbiedigen we. En als het gaat om het leven, dat was, uh, ja, die kans was echt ontzettend klein. En we stammen van de aap af. Het sterke tuig is het toch? Ik vond het een goede donderpreek. Ik ga er nog eentje houden over de jezuïeten. Dus eigenlijk is het een ontzettend interessant fenomeen, en noodzakelijk. Ik kan me niet voorstellen dat we het niet gehad hadden kunnen hebben. So. En hadden we het wel geweten, dan hadden we het toch gedaan. Nogmaals, Maarten Luther. Ja, het is niet zo dat hij, als die dan, dan nu in, in, het, in de schijnen, dat hij dan zou weten van nou, die Jesuiten kwamen ervan, want ik had het niet moeten doen. Nee. Want, nee. Dat gebeurde allemaal achter de schermen. Door men was daar daarbovenin. Punt. Ik vond het een toffe. Tot de volgende.